Hele goede middag en welkom bij een nieuwe video. Vanmorgen ben ik naar de nagelstudio geweest. Heb ik mijn nageltjes even laten doen en mijn teennagels, allebei nude huidskleur. Gewoon eventjes makkelijk. Als jullie deze video kijken, dan ben ik inmiddels alweer 37 weken. Super spannend allemaal. Ik heb ook controles en alles deze week. Dus dat zullen jullie dan wel overmorgen, of nee, over 3 dagen gaan horen. Eerst morgen mijn birthday. Ik wil morgen gewoon 29. En zijn we net eventjes de stad in geweest. Ik ging met Mees die kant op en Geraldo ging die kant op, want die moest van alles en nog wat doen. Geen idee. Wel hebben we even lekker taart gehaald en ben ik met Mees een lekkere smoothie gaan drinken. En nu zijn we inmiddels thuis en ben ik aan het koken. Vandaag weer lekker aardappeltjes. Die heb ik gesneden en dan paprika poeder, knoflookpoeder en een beetje zout. Die ga ik aanbakken en die gaan straks in de oven met een kipburger en spinazie. En voilà. Heerlijk. Lekker een klodder mayo erop. En aanvallen. Hele goede morgen. Mama is aardig. Het is nu 7:15. En mama is aardig. Ja. Deze kaart is voor mij. Oh, die ga ik openmaken nu. Goed. Ik zou beter in bij deze of bij in de zekerheid. Ik kijk heel. Dit is Senna en dat is Bella. Oh ja, die lijken er ook, hè? Hé, hey, en je flow. Even kijken wat ik ervan maak voor je mama. Ach. Nou, dat vind ik echt heel lief, Mees. Die achterkant staat gewoon in een hartje, want ik was. Want ik vond dat laatste niet zo mooi. Oh, dan ging je even een nieuwe maken. Ja. Oh, Maisie. I love you, Mees. Dit schreef je dan voor mij. Yeah. En hier, dit had hij met een bruine pen gedaan. Had ik het toen nagegeven. Zo overgetrokken, wat je op school ook doet, hè? Mooi, hè? Love you. Love you. En dit had ik zelf gedaan, hè? Ja, zo oud is mama geworden, hè? Mm-hmm. 27. Nee. Of 22. Nee. 29. Ja. Dankjewel, schatje. 29, ja. Ben je ook ouder dan mij, papa? Nee. Maar wel ouder dan Geraldo. Ja. Ga je voor me zingen? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiep de piep. Hoera! Hip de piep. Hoera! Niet 27 keer. Nee, 29. Of 29, ja. Niet zoveel keren. Dat niet. Nou, gaan we eens naar je broodje eten. Gaan we lekker naar school. Kom ik net thuis, staat dit op tafel. Oh my god. Nou, dat ga ik maar eens even lekker uitpakken. Ik ben ondertussen even lekker ontbijt aan het maken nog voor Cher en koffie. Oh, en daar is die. Dit is toch niet normaal. Wauwie. Bij mijn laarsjes. Het is dus heel donkergrijs. Oh, het is echt niet normaal. Ik zei net al tegen Cher. Kijk even hoe mooi deze kleuren zijn. Wauwie. I'm so happy. Nou, en hij is nu alweer weg. Hè, Sen? Basie weg. Het kind weg. Zitten we dan met z'n tweetjes? Oké. Okay. Ik hoor jullie later. Zo, Mees. Hoe was het op school? Leuk. Gaan we nu de allerlekkerste cheesecake ever eten samen? Met het prachtige weer. Niet normaal. Jij hebt de normale en ik heb met karamel. Oeh la la. Nee, dit is niet de normale.
Wat heb jij dan? Met citroen. Oh, lekker zeg. Ik denk dat dit citroen is vanmiddag. Moeten we straks nog maar een stuk nemen als je dat er is? Mogen wij gewoon twee stuk. En daar ben ik dan. Jarig. Ik voel me niet echt jarig. Ik heb geen idee. Maar we gaan vanavond wel even leuk uit eten. En ik dacht, dit gezicht kan wel eventjes iets gebruiken. En omdat Charlotte toch twee trainingen heeft, een beetje niks buiten aan het spelen, dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon eventjes een videootje opnemen van mijn make-up hoofd voor vandaag, voor mijn verjaardag, en iets doen aan dit haar. Ik heb vandaag wel een ontzettende harde buik weer en een volle buik. Alles en nog wat. Dus ik heb net even op de bank gelegen, maar ik krijg alweer wiebelbenen. Dus ik dacht, laat ik maar gewoon lekker deze video gaan beginnen. Dan heb ik wat te doen, dan ben ik bezig. En ja, dat dus. Dat vind ik lekker. Oké, ik heb gisteren mijn haar gewassen. Vandaag echt geen kracht voor om het te wassen of iets. Meestal, ja, ik heb het pas gisteren gewassen, maar dan toch omdat ik er de hele tijd aan zit, wordt het een soort van vet. Dan ga ik beginnen met deze droog shampoo. Ik vind deze echt toppie. Die ga ik nu eventjes in mijn haar spuiten. En dan heb ik straks wat meer volume in mijn haar als wat ik nu heb. En dan doe ik het even in een klemmetje. Oké, ready. Mijn haar is even naar achter. Ik ga beginnen met mijn favoriete slakkengel nog steeds. Zodat jullie dus echt kunnen zien dat ik het nog steeds gebruik en het nog steeds mijn favoriet is. Ik heb net even in de zon gelegen. Dus mijn huid is een beetje droog nu. Ik smeer het eventjes zo in. En dan kunnen we beginnen. Ik heb niet echt een idee wat ik ga doen. Maar we maken er iets van voor mijn birthday. Ook ga ik vandaag eventjes nepwimpertjes opdoen. Dus ja, we gaan gewoon even wat doen. Dan heb ik altijd, wat jullie eigenlijk al wel wisten, ik heb dit best wel vaker gedaan, maar de wenkbrauw, het wenkbrauwspul van MAC met het kwastje om aan te brengen. Nu heb ik van Kiko al een tijdje geleden een wenkbrauwpotlood gehaald en een eyebrowmaker. Alleen dat is dan dus zo. En ik vind deze echt top. Het lijkt gewoon op een stift en je kan hem gewoon een beetje bijwerken om het wat strakker te maken. Dus ik ga beginnen met die MAC en dan met die stift een beetje bijwerken. Let niet op de volgorde wat ik doe. Soms doe ik eerst mijn foundation helemaal over mijn gezicht. Dan pas mijn wenkbrauw. Alleen dan zit die foundation zo op je wenkbrauw en dan wordt het weer zo licht. Dus ik begin nu eventjes met mijn wenkbrauwen. Oké. Wenkbrauwen zitten erop. Dan ga ik van Laura Mercier, heb ik twee kleurtjes zoals jullie kunnen zien, ga ik die mengen. En dan even aanbrengen. Mijn gezicht ziet nu een beetje
bleekjes. Maar dat gaan we straks helemaal goed maken. Ik ga nu eerst die van Huda Beauty, de concealer, aanbrengen. Onder mijn ogen. En onder mijn wenkbrauw. Van Kiko. Ik moet nog even een ander palet vinden welke ik mooi vind. Maar deze is ook echt prima. Goed laten zien. Leuk ook met die hals. Altijd die kleurverschil. Maar dat komt straks helemaal goed. Dan ga ik hem een beetje afpoederen al. Van de de Pound Cake van Huda Beauty. Even kijken. Dat is echt mijn favorite. Zo. Deze breng ik eventjes goed dik aan, want het moet de hele avond nog op mijn gezicht zitten. Zo. Oké, deze ga ik straks eventjes uitblenden. Leuk zo'n wit gezicht. Oké, even zo. Al dat poeder. Dan ga ik wel daarna mijn gezicht poederen. Even een kleurtje geven. Dan heb ik die van Giorgio Armani. Ik vind deze wel echt top. Jezus, ik zit helemaal onder de poeder. Dus die. De van Kiko nummertje, die heb ik echt al heel erg lang. 4 en 5. Dit is de 4 en de 5. Dus hier een beetje die twee kleuren. Ga ik een beetje rouge aanbrengen ook op mijn wangen. En dat is dan die. Ook echt een toppertje. En nog een beetje bronzing. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Voordat dit is ingetrokken.
heb ik een soort van dat effect. Oh. Ik doe altijd maar wat. En een beetje een blusje op het wangetje. Dan ga ik even een lipstickje aanbrengen. Oh, die kleur op mijn camera lijkt zo anders. Maar oké, ik ga hem even met de Kiko een beetje bruin maken. Heel vaak vragen mensen aan mij welke kleur lippenstift ik op heb. Nou, ik doe dus altijd van alles en nog wat door elkaar heen. Huidskleur en een beetje wat rooier. En dan eindig ik met de Vanity Beauty lipglossjes. En die heb ik echt in een heel pakketje. En die vind ik echt top. Dan is het zeg maar, even kijken waar het licht het best is. Nou ja, in ieder geval die kleur. Oké. Ga ik nu eventjes mijn ogen doen. En mijn geduld raakt op. Maar oké. Deze palet heb ik hier van Revolution Pro. Dan ga ik beginnen met licht even overal. Dat is dan die kleur. Niet heel licht, maar... Even mijn hele ooglid. Dat was even mijn moedertje. En die vindt het ook zo gek om verjaardagen nu dan zonder elkaar te vieren. Maar gelukkig heb ik ze vorig weekend nog gezien bij mij zijn verjaardag. En ja, we gaan gewoon even een hapje eten. Maakt me ook helemaal niet zoveel uit dat het dit jaar iets minder bijzonder is. Oké, ik ga het even afmaken en dan laat ik het jullie zo even zien. Oké, dan hebben we dit effect op de oogjes. En doe ik nu even nog mascara, eyeliner en mijn nepwimpers op. Oké, inmiddels 20 minuten verder, maar het is gelukt. Wimpertjes zitten erop en make-upje ook. Ja, ik denk dat dit ongeveer wel het make-up lookje wordt voor vandaag. En dan ga ik nu eventjes mijn haar doen. Ik krijg nog steeds de vraag hoe ik mijn haar doe. Nou, zoals jullie dus net zagen, doe ik dus eerst droogshampoo. Mijn haar is heel erg uitgezakt, dus... Volgende week komen Bochy, Amanda en Jeffrey. Dus wie weet dat ik wel eventjes mijn haar omhoog laat zetten door Bo. Maar ja, dat ga ik nog even bedenken. Maar hoe ik het even ga doen. Het wordt wel een beetje gewoon een wavy-achtige krul. Niet too much. En mijn voorkant mooi met die golfjes naar buiten of zo. Zeg maar naar binnen. Dat ga ik jullie wel even laten zien, want daar krijg ik vaak een vraag over. En vooral deze heb je nodig. Dan de best wel kleine maat. Oké, die Babyliss Pro. The best ever. Oké. Zo. En die laat ik er gewoon in totdat ik wegga. En dan ga ik nu even die krul in mijn haar maken.
met een wat dikkere krultang. Soms draai ik hem eromheen en soms doe ik hem gewoon normaal. Ik doe altijd een beetje van alles en nog wat. Zodat je gewoon een verschillende krul in je haar hebt. Kijk, dan doe ik dus of ik doe hem zo. Dan draai ik hem gewoon zo eromheen. Dan heb je die. Of ik doe... pak ik een pluk. Doe ik zo eromheen. Even een paar seconden eraf en los. Dan heb je deze krul. En vaak hier aan de voorkant, of een beetje hier tussen ook, draai ik hem naar buiten. Die kant op. Zo. Oké, dan ga ik dit nu eventjes afmaken. Laat ik zo even zien hoe het geworden is. En dan trek ik eventjes iets anders aan. Ga ik even proberen wat fotootjes en dingetjes te maken. Ik heb dus een soort van twee outfitjes. Ik wist gewoon niet wat ik aan moest. En ook niet wat we gingen doen. Dus ik ga even kijken wat het gaat worden. En klaar. Ik zal even de achterkant laten zien. Dat is dan gedaan. Kijk. Dan zit er nu gewoon even een wilde krul in. Haarlak. En niet te vergeten mijn Kilian haarspray. Als je haar wel eens naar de krultang ruikt, moet je echt dit opdoen. Oké, ik ga even mijn sieraden omdoen en andere kleren. En dan heb ik nu even die krulspeld eruit gehaald. En is dit dan mijn haar. Het kan zo. Of het kan dus opzij. Wat je net wilt. Oké. Ik heb trek ook. Geraldo is ook onderweg. En ik heb dus nu even het pakje aan. Hij is trouwens van de Zara. Gewoon een legging. Top voor mijn buik. Dus ik ga even kijken of ik dit aangehaald of iets anders aandoe. Maar ik ga sowieso hier nu even een paar fotootjes mee maken. Draaien. Kijk. Dat is dan dat. Oké, there we go. Ik ben nog eventjes omgekleed. Oh. Eén moment. Een blauwe jurk. En kijk eventjes. Oeh, hier kan ik niet zo goed op lopen. En kijk eventjes hoe schattig Mason en Cher zijn. Samen met hun nette schoentjes. Kijken jullie schoentjes? Nou, dit is toch zo schattig. Wat ben je dan? Oh, oh, oh. En mommy is ook op de hakjes. Oh my god. Pijn, pijn, pijn. Bon appétit. We hadden nog hele lekkere sushi, maar ik ben al heel snel bijna aan het opbunkeren. Wat doen jullie verliefd? Ik heb een hondje. Hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag.
Gisteren mijn verjaardag gevierd. Ja, het was echt gewoon heel gezellig. We hebben lekker gegeten en daarna gewoon ook weer lekker naar huis. De rit terug naar huis begonnen wel echt weer heel erg mijn benen. Dus ik was blij dat ik wel weer thuis was en een lekkere douche had genomen en in bed lag. Ik ben ook gewoon om 10:30 in slaap gevallen. Helemaal KO. Ik was zo moe. Ik denk dat ook gewoon alles eruit was gekomen. Nog van Mees' verjaardag. Dan weer mijn verjaardag. En alle visite en alles. Dus ik was gewoon echt kapot. Maar dat hebben we ook gewoon weer gehad. En ja. Nu is het echt afwachten wanneer de baby gaat komen. En Macy die is op school. Die heeft vanmiddag ook voetbaltraining. Dus die ga ik dan einde van de dag daar ophalen. En ik ben nu eventjes voor mijn wimpers. Want ja, één oog zitten ze nog best goed. Maar die andere liggen ze er gewoon allemaal af. Dus dat is ook wel even fijn als dat weer gedaan is. En dan ja, dat is het eigenlijk wel. Het is echt heerlijk weer buiten. Ja. That's it. Thuis. Ik heb gewoon ruim 3 kwartier over gedaan om weer thuis te komen. Het is echt, de files hier in Berlijn en de afstanden van alles is echt niet normaal. Maar ja, ik ben weer lekker thuis. En ik heb even snel met Geraldo in de tuin lekker geluncht. Hij is nu mee zo ophalen van voetbal. En ik ga ondertussen gehaktballen maken. Het is lang geleden. Ja, gewoon een hele simpele ouderwetse manier van mijn moeder. Ja, gehaktballen met rijst en broccoli. Wel maak ik ze zeg maar hoe mijn moeder ze dus altijd maakt. Alleen maak ik ze af met dit sausje. Dan is het extra lekker om de gehaktballen dus met de... met het rijst te eten. Dus dat ga ik nu even maken. En dan is dit ook alweer het einde van deze video. Zout, peper, paprika poeder, knoflookpoeder en gehakt kruiden. Ik heb deze, maar de gehakt kruiden in Nederland is eigenlijk beter. Paneermeel, 2 eieren. Ja, en nu lekker husselen en straks bakken in roomboter. Zo, nu zit het sausje erbij. En dan laat ik het gewoon lekker even nog opstaan. Straks nog een beetje water erbij en dan is het klaar. Die gaat zo aan. En dan als Mees en Sher terug zijn, kunnen we lekker eten. Dus ga ik nu wel deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Mijn birthday video en mijn make-up lookje. Dat is volgens mij het meeste wat een beetje in deze video kwam. Ja. En had ik gezegd dat ik nog een check kreeg voor de baby. En dat klopt, dat is morgen. Maar ja, dat bewaar ik wel weer voor de volgende video en alle andere leuke dingetjes die er ook weer gaan aankomen. Dus abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan had. En ik hou goed mijn Instagram Kelly Loef in de gaten. Voor alle video's die ik online zet. Hoe laat en wanneer en al die dingetjes. En anders zien jullie mij gewoon weer op mijn YouTube kanaal. Doei!